Ik ben Margreet Klein. Ik werk hier in de Vlieberg. Ik werk nog gedeeltelijk in de zorg. En de rest, alles wat met activiteiten heeft te maken. Dus alles wat beweegt, van koor tot jeugd. Vandaag hebben we de jeugd binnen. Die breien met de bewoner. Nou, er is niet een andere manier om de oudere bewoner de jeugd het breien bij te brengen. Jeugd en dieren, dat brengt eigenlijk de bewoner helemaal tot leven. Dat vinden ze geweldig, kijken ze dagen naar uit en spreken er weken later nog steeds over na. De school die heeft dit initiatief eigenlijk bedacht en heeft mij daarvoor benaderd. Dan zeg ik nu op mijn ouddorps, ik sloor alleen de vliegen af. Want alles is welkom. En het is zo leuk om met de bewoner, om met het dorp of omgeving, scholen of op wat voor manier de bewoner centraal te zetten. En ook met elkaar dit te laten doen. Dus vandaar dat deze middag en gisterenmiddag volop in de belangstelling staat door de jeugd. En ze zitten heerlijk te breien aan tafel. Ik ben Doris Komans en ik zit in groep 6. En we zijn hier in de Vlietberg en we zijn aan het breien met de oudere mensen die er zijn. En we zijn hier met groep 6. En ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. Ook omdat mijn oma hier vroeger zat in de Vlietberg. En ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. De mensen vinden het heel erg leuk omdat wij hier zijn. Omdat ze zijn wat ouder en ze zitten vaak zelf ook heel erg te breien. En zij vinden dat zelf denk ik ook heel erg leuk. En zij helpen ons er ook heel erg veel mee. Hallo, ik ben Josien de Wit. Ik ben leerkracht op OBS de Westhoek in Oudorp. We zijn vandaag in de Vlietberg. We zijn aan het breien met de kinderen van groep 6. Gisteren is groep 7 al geweest. En dit doen we in samenwerking met het Ouderenfonds en de Innocent Smoothies. Dat is een gesponsord. En de Innocent Smoothies, dat zijn smoothies met allerlei gezonde ingrediënten, een soort sapjes. En de mutsjes die we vandaag gaan breien, die zijn voor op de smoothies, voor op die flesjes. En die worden dan 20 cent per verkochte smoothie. Dus gaat naar het ouderenfonds. Vorig jaar is er in totaal 20.000 euro opgehaald met deze actie. Dus wij dachten dat het een mooie... Wij vonden dat we daar ook ons steentje aan bij konden dragen. En voor de kinderen is het een mooie les burgerschap. Participatie in de samenleving. Omgaan met ouderen. En ook kinderen ervan bewust maken dat sommige ouderen in een isolement leven. En wat wij daar als jonge mensen en als kinderen aan kunnen doen om die mensen een aantal keer in een jaar een mooie dag te bezorgen. Ik ben Stijn. Ik zit op school OBS de Westhoek. En net kon ik nog niet breien, maar toen had de mevrouw me het geleerd en toen kon ik gelijk al een heel stuk breien. En nu heb ik al een heel stuk gebreid en we zijn een klein mutsje aan het maken.